Vanaf de 17e eeuw werd landbouw steeds belangrijker voor de Zeeuwse economie. Boerderijen en schuren uit die periode werden een beeldbepalend element in ons landschap. We spreken zelfs over de Zeeuwse schuur. Dit is een typische Zeeuwse schuur met wanden van zwart geteerde planken. Witte beleiding om de knechten te kunnen laten zien waar ze naar binnen moesten 's ochtends als ze heel vroeg in het donker naar hun werk gingen. En het belangrijkste kenmerk van de Zeeuwse schuur is dat die heel erg groot is. De typische Zeeuwse schuur kwam los te staan van het woonhuis, dat vanaf nu vaak vrijstaand werd gebouwd. Daarnaast werden de tot die tijd relatief kleine schuren nu veel groter. Ze stonden meestal met de kopgevel naar het noordwesten om stormschade te voorkomen. Dit is een schuur van rond 1750. Hij is nog vrijwel helemaal authentiek. En hier kan je dus zien waar zo'n schuur in feite voor bedoeld was in de tijd. Het was eigenlijk gewoon één grote opslagruimte. Dus er werd opgetast van de grond tot helemaal in de nok van het dak. Dat zou wel zo'n 15 meter hoog zijn, schat ik. Dat was heel zwaar werk, werd door arbeiders gedaan met hooivorken. En als ze dat dan zo in september ongeveer allemaal binnen hadden gestoken, dan gingen ze daar op de dorsvloer, gingen ze dorsen met de hand, met vlegels. Daar waren ze de hele winter zo ongeveer mee bezig. De bloei van de Zeeuwse landbouw in die periode werd veroorzaakt door de groeiende vraag naar landbouwproducten, met name van buiten Zeeland. Zeeuwse boeren produceerden dus vooral voor de export. Het Zeeuwse boerenbedrijf was groot naar de Nederlandse maatstaven. Het gemiddelde lag denk ik zo 3-4 keer hoger dan de rest van het land, met bedrijven van 40 tot 80 hectare. Dat was voor de 17e eeuw heel groot. Het was ook een heel marktgericht bedrijf. Er werden duidelijk producten geproduceerd voor de markt in de steden. Meekrap bijvoorbeeld, maar ook tarwe. En daar was ook heel veel vraag naar. Als je bedenkt dat een stad als Amsterdam, die groeide in de 17e eeuw van 15.000 inwoners naar 200.000. En die Amsterdammers werden dus voor een groot deel gevoed met tarwe die uit Zeeland afkomstig was. Gemengde boerenbedrijven hadden in hun schuren ook stallen voor de koeien en paarden. Maar de opslag en verwerking van de oogst was veruit de belangrijkste functie van de grote schuren. Dit is de graanzolder, dat noemen we in Zeeland de piesel. Het graan ging hierheen als het gedorst was. En het is heel uniek dat er hier nog één is in deze schuur, want ik denk dat er in heel de provincie misschien nog 2 of 3 van te vinden zijn. Graan was heel belangrijk voor de boer, daar haalde hij zijn inkomsten uit en ze moesten veilig opgeslagen worden. Dus dat werd dan hoog opgeslagen, zodat de ratten en muizen er niet bij konden. Het was ingedeeld in verschillende vakken, deze ruimte. Daar kon je dan de verschillende gewassen in doen. Tarwe en gerst waren wel de belangrijkste, maar ze hadden ook haver bijvoorbeeld of peulvruchten. En er werd 's winters ook gewerkt aan het verder schoonmaken van het gewas. En dat kun je zien onder andere aan de zeven die hier op de achtergrond hangen. Halverwege de 17e eeuw daalden de prijzen en kwam de Zeeuwse landbouw in een crisis terecht. Pas toen de prijzen rond 1750 weer aantrokken, hadden de boeren behoefte aan meer grond. Die vonden ze in die periode vooral bij buitenplaatsen, landgoederen van rijke koopmannen met grote buitenhuizen. Met name op Walcheren verkochten veel eigenaren van buitenplaatsen graag hun grond om hun teruggelopen inkomsten uit de handel te compenseren. Dat is daar het Hoogravenstein. Dat was in de 18e eeuw een buitenplaats, eigendom van Middelburgse elite, zoals je veel buitenplaatsen hier had op Walcheren. Daar is aan het eind van de 18e eeuw verandering aan gekomen, zoals je daar ginds kunt zien. Daar ligt nu allemaal akkerland. Dat was voorheen park en tuinen. Dat komt doordat aan het eind van de 18e eeuw die buitenplaatsen vaak verkocht zijn aan boeren. Die hadden geen waardering voor het parken en tuinen, hakten de bomen om, ploegden de tuin om en maakten er akkerland van. De florerende landbouw zorgde ook voor een herwaardering van het platteland. Tot dan toe werd bijvoorbeeld in boeken neergekeken op het boerenleven. Maar het waren Zeeuwse schrijvers als Betje Wolff en Jacobus Bellamy die zich eind 18e eeuw lieten inspireren door het leven op het platteland. Neem bijvoorbeeld de Vlissingse schrijfster Betje Wolff. Die schreef een gedicht dat heette Walcheren, dat was gewijd aan de ringrijden. Dit is Westersoeberg, zo beplant, zo net bewoond, als het net Noord-Holland ooit een zindelijk dorp vertoont. Van het succes van de Zeeuwse landbouw profiteerden in die periode ook andere sectoren, als smederijen, korenmolens, de middenstand en de binnenvaart. En hoewel landbouw ook nu nog een belangrijke bedrijfstak in Zeeland is het aandeel van de boeren aan de Zeeuwse economie wel veel kleiner geworden.
Industrie, dienstverlening en toerisme zijn tegenwoordig de aanjagers. Landbouw was eeuwenlang een van de belangrijkste pijlers van de Zeeuwse economie. Boerderijen en schuren zijn dan ook nog steeds beeldbepalend in ons landschap. Met als mooiste voorbeeld de typische Zeeuwse schuur.